De Bijbel is Gods woord, maar hoe vaak gebeurt het niet dat je leest en je Bijbel maar weer dicht slaat omdat je het niet begrijpt? We geloven dat de Bijbel gegeven is voor jong en oud en daarom willen we je helpen om de Bijbel te begrijpen. Begrijpend Bijbel lezen is verrijkend voor je geloofsleven. Samen zullen we stukjes uit de Bijbel lezen en zien wat er staat, zodat je leest, ziet, begrijpt en groeien gaat. In begrijpend Bijbellezen staan we vandaag stil bij Titus 3, vers 1 en 2. We lezen daar, herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Als we kijken naar dit gedeelte, dan zien we dat sowieso opvalt herinner hen eraan. Hen, dat is de christelijke gemeente op Kreta. En Paulus zegt tegen Titus, herinner deze mensen eraan. Dat betekent dat ze het al eens of vaker gehoord hebben. Waaraan? Dat zij de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn en dat zij hun gehoorzaam zijn. En dat zij tot elk goed werk bereid zijn en dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Dit moet de gemeente doen. Op een eiland, Creta, die helemaal van God los is. En de christenen moeten daarin uitblinken dat ze de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. De overheid. Oftewel overheidsdiensten en machthebbers, laten we die onderdanig zijn. En het woordje onderdanig doet ons al de nekharen overeind komen, maar het is heel belangrijk. Het is belangrijk om de overheid te gehoorzamen. Het is het gezag wat God heeft ingesteld. En dit is niet iets nieuws, dit is iets wat terugkomt in Romeinen 13. En we lezen daar: ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen. Wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wat heel belangrijk is, is dat, in, dat we in dit gedeelte zien dat ieder mens, jij en ik, dat wij ons moeten onderwerpen aan de gezagsdragers. Want deze die zijn over ons gesteld. En uiteindelijk is er geen ander gezag dan dat van God. Ook de overheden. De gezagsdragers, de machthebbers, die zijn door God ingesteld. Het bijzondere is dat we ons niet moeten verzetten tegen het gezag, tegen de instelling die van God uitgaat, maar dat we juist goede werken moeten doen. En op het moment dat we goede werken doen, dan hoeven we niet te vrezen. En als we dan even teruggaan naar het gedeelte uit Titus, dan zien we dat weer terugkomen. Paulus is daar heel consequent in. Of het nou gaat over de Romeinse overmacht in Rome, waar het beleid dwars tegen alle christelijke normen en waarden inging, of op het goddeloze Creta. Tegen beide zegt Paulus dat ze overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Want het is. Van God ingesteld. Dus wees daarom gehoorzaam. Niet alleen omdat het nu eenmaal van je gevraagd wordt, maar doe het van harte. Naast dat je de overheden gehoorzaam dient te zijn, zegt Paulus ook dat Timotheus de gemeente aan moet herinneren: tot elk goed werk bereid te zijn. Om met de opbouw voor het land bezig te zijn. Het goede te zoeken door niemand te belasteren. Niet in real life, maar ook niet op social media. Niet strijdlustig te zijn door zelf de strijd aan te gaan, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid te bewijzen aan alle mensen. Hier is moed voor nodig om zachtmoedig te zijn. De minste in een samenleving. En aan zijn geestelijke zoon Timotheus zegt Paulus nog dit in dat verband: Ik roep u er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden en voorbeden, dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn. Doe dit, zegt Paulus tegen Timotheus, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht. En waardigheid. Nee, we maken ons er niet populairder door misschien voor de mensen. Om zachtmoedig te zijn en te bidden voor iedereen die hooggeplaatst is. Om uit te blinken in welwillendheid, in godsvrucht, in waardigheid. Voor de mensen misschien maar watjes gedrag. Maar het is goed en welgevallig in de ogen van God. Onze zalig maken. Ons geluk hangt niet af van wat mensen van ons vinden, maar van God, onze zaligmaker. En daarom wil ik jullie eraan herinneren dat wij gehoorzaam zijn en tot elk goed werk bereid zijn. Dat wij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. O Heere God, geef dat. Onze generatie in 2021 in Nederland mag uitblinken dat we niet alleen hoorders van uw woord zijn, maar ook daders van dit woord. Amen.